3-0 gewonnen van NAC, maar voordat we het over de wedstrijd gaan hebben, wat heb je met je haar gedaan? Ja, zoals iedereen kan zien heb ik het eraf gehaald. Ik dacht, tijd voor iets nieuws. Ik dacht er al een tijdje aan. En vooral met die drukke wedstrijden, met heel veel wedstrijden na elkaar, heb je niet meer zoveel tijd om je haar te doen. Vandaar dat ik een besluit had genomen om het eraf te halen. Hoe speelt het zonder je lange haar? Ja, je voelt weer wind in je nek en het is wel anders. In het begin is even wennen, maar ik krijg positieve reacties, dus ik ben er zelf ook heel blij mee. Mooi. Ziet er goed uit, dan naar de wedstrijd, 3-0 winnen van NAC. Makkelijk vanavond. Ja, zeker. Ook omdat NAC ons een beetje in de kaart speelde. Ze zakten heel ver terug en lieten ons het spel maken. Je zag bepaalde aanvallen dat het heel vloeiend liep. Eigenlijk was het niet super, maar het was een hele, hele zakelijke overwinning, denk ik. Ja, inderdaad. Wat dat betreft, NAC had 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Dan denk je dat ze hier wat sterker gaan spelen. Maar ze waren heel erg gelaten, had ik het gevoel. Ja, ze speelden ook met 2 of 1 spits en eentje erachter. Het ging op zich vrij makkelijk. Ze hadden een beetje wat wij tegen Utrecht hadden. Dan zie je dat je dan... Beetje een off-day wat dat betreft. Dat je een makkelijke overwinning binnenhaalt. Ja, schitterend doelpunt van Mounir. Geluk of wijsheid? Hij zegt wijsheid. Met zijn kwaliteiten dan is dat ook mogelijk. Als hij zegt dat zijn bedoeling was, dan geloven wij hem. Het was een hele mooie goal. Louis had er vandaag ook nog een aantal bij kunnen prikken. Dat is wel jammer. Anders heb je een grotere uitslag. Maar al met al zijn we wel tevreden.